Twee Syrië-strijders zijn de voorbije dagen vrijgekomen na fouten van het gevangenispersoneel van de gevangenissen van Hasselt en Vorst. Dat meldt La Dernière Heure. De man die in Hasselt werd vrijgelaten, werd wel al opnieuw opgepakt. De man zat in de gevangenis van Hasselt vast omdat hij vermoedelijk Syrië-strijders geronseld zou hebben. De Brusselse raadkamer besloot woensdag om de man vrij te laten. Maar het federaal parket had nog 24 uur de tijd om in beroep te gaan tegen die beslissing. De volgende dag bel ik zoals gewoonlijk in dat geval om te weten of er een beroep is gevormd. De gevangenis bevestigt dat er een beroep is van het parket. In dat geval kan de man niet vrijkomen, dan blijft hij aangehouden. Ik bel naar de vrouw van mijn cliënt om haar te verwittigen. En zij zegt mij dat is raar, want hij is al sinds gisteravond thuis. De gevangenis heeft de fax van het parket dus gewoon vergeten. De gevangene in kwestie werd uiteindelijk afgelopen vrijdag weer opgepakt, maar zat dus 2 dagen lang doodleuk thuis. De man die in de gevangenis van Vorst vrijkwam door fouten van het gevangenispersoneel werd dan weer niet opnieuw opgepakt.